Wij willen de kinderen ergens in deze winkel helemaal los laten gaan voor 30 seconden. Wat doe je? Alweer niet. Hey, leuk dat jullie kijken naar een eendag video. Waar jullie massaal om gevraagd hebben, mensen. De meest gevraagde video is of jullie onze dag mogen bepalen via Instagram. Instagram polls. Dus dat gaan we vandaag doen. En als je ons nog niet volgt op Instagram, doe dat dan ook gelijk eventjes. Want onze Instagram is Familie Lacap helemaal aan elkaar geschreven. Hebben we er zin in? Ja! Ja! Ik heb al één poll erop gegooid. Goedemorgen, wie begint de dag met een koude douche? Papa of mama, dus Selma of Esra. En wat denk je dat ze hebben gekozen? Natuurlijk. Ja. Daar hoef je gewoon niet zo te vragen, Esra. Deze gaat aan en het is echt alleen wel even afspoelen. Want het is, nou ja, kan je zeggen, ijskoud. En degene die nu zijn kleren uit mag doen, is... Papa. Begin maar alvast. Het is geworden... Papa! Yeah. Hey. Dankjewel, mensen. Papa! 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 Hey, goede support voor jou. Deze ochtend lekker wakker worden, schatje. Papa! Oké, als papa klaar is, gaan wij douchen. Maar ik zet alvast de volgende poll erop. Ilai? We gaan vragen wie de kleren mag uitkiezen van vandaag. Devran of Ilai? A few moments later. Ik heb de uitslag voor, maar degene wie alle outfits mag bepalen is geworden... Devran. Ilai. Ilai kiest vandaag al onze outfits uit. Kijk maar. Zo, Ilai mag, Ilai mag gaan kiezen, jongen. Wat ga je kiezen? Wat? Bullen. Nee. Devran Batman en Ilai Spiderman. Oh, allemaal... Deze? Oh. Wie moet die aandoen? Oh, heeft ook een auto gespot. Ja, een auto pakken we ook eruit. Alleen die kan je niet aandoen. Deze. Wat zei jij, Debbie? Spiderman. Moet jij Batman pak aandoen? En welke moet Debra aan dan? Batman. Batman. Oké. Okay. Je wilt niet in je eigen kast nog kijken, want jullie zitten alleen de verkeerde. Het is heel duidelijk. Wat gaat mama aandoen? Kies maar wat uit mama de kast. Mama aandoen. Wat gaat mama aandoen? Mama. Die. Deze. Mama. Die? Ja, die is mooi. Ja, 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 ja. Die? Iedereen welke broek? Dat is aan de onderkant. Welke broek? Nee. Zwart. Nee. Oké. Okay. Ja, en nu papa, Ilai. Wat gaat papa aandoen? Nee, nu gaat het komen, hoor. Deze. Bloesje, ook een bloesje. Welke broek? Kies maar een broek uit. Welke? Deze, papa. Oké. Okay. Ook een zwarte? Ja. Heeft u die? Ja. Oké. Okay. Nou, voordat wij gaan omkleden, ga ik er even snel pol erop zetten. Want wij moeten zo ontbijten. En we gaan jullie niet meer laten kiezen uit een ongezonde variant. Want we weten wat het antwoord is. Als je onze vorige video's hebt gekeken, dan weet je waarom. Dus de vraag wordt, wat wordt ons ontbijt? Wordt het een Turks ontbijt of een Hollands ontbijt? Ik ga er nu op zetten. En als we klaar zijn, dan gaan we zien wat we gaan ontbijten. En de outfit is geworden. Ja! Dit zijn onze outfitjes. Batman onesie, heeft Ilai uitgekozen. Ja, heel mooi. Ilai is al aan het ontbijt, want wat gaan wij ontbijten? Het wordt een Turks ontbijtje. Die doen we gewoon lekker buiten de deur. Zo, en dit is ons Turks ontbijt. Zoals je ziet, lekker goed gevuld van alles en nog wat. Naar de Philip toe. En dan hebben we net een poll erop gezet om even te vragen: gaan wij op tijd zijn bij de film of komen we te laat? En de tussenstand is nu 52% voor te laat en 48% voor op tijd. Dus dat betekent dat het heel erg spannend is dat we nog niet weten wat we straks gaan doen. Dus we gaan tot het laatste moment wachten en dan gaan we kijken of we te laat komen bij de film. Of op tijd inderdaad. Oké, we zijn aangekomen bij de bioscoop. Wat moet jij doen? Wil je dat weten? Ik nou ja, we gaan er een poll van maken. Hij moet naar het toilet toe. Maar daar gaan we ook even leuke polen voor verzinnen. Want gaat Sarah naar de dames toilet? En daar moet een grote boodschap, kan ik je zeggen. Of gewoon naar het heren toilet toe? Wat denken jullie? Ik denk dat ik het antwoord al weet. Maar goed, we willen gewoon even bevestiging. Jullie bepalen. Nou, de toiletten zijn allemaal dezelfde kant op.
Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Rennen, ze moet zo nodig. Ik hoop echt op een meisje. Ik hoop het ook. Wat denk je dat het wordt? Ja, maakt me niet uit. Schiet op. Het is geworden met 87% dames toilet papa. Hier komen, nu. A few moments later. Duurt lang. 2 hours later. Duurt lang. Is het gelukt? Ja. Ik zag iemand inlopen. Ik liet het gewoon gaan. Ik heb pijn. Ik ga buiten. Maar eerlijk, er zijn ook vrouwen op het toilet die grote boodschap doen. Dus oh, ik ga hier weg. Straks denken ze dat ik het ben. Ik ga weg. Ik ga weg. Oké, okay, toiletbezoek zit erop. Net toen we hier bovenaan kwamen, heb ik even een Insta-poll gezet. De vraag was, gaan wij voor een gezonde snack? Want er zijn hier fruitbakjes, dat was Insta-poll, zoals ook laten zien, kaasjes en zo. Of gaan wij gewoon voor de bijenharde ouderwetse ongezonde snacks? Wat denk je dat ze hebben gekozen? Ik denk gezond. Het antwoord komt nu in beeld. En u had het ook anders gekund dan dat jullie voor ongezond kiezen. Jullie kiezen echt nooit voor gezond. Ik heb jullie gevraagd, we konden ook voor fruit gaan en kaasjes en olijfjes en zo. Maar nee hoor, dat willen ze niet. Zij willen dat we voor chocolaatjes gaan, ijsjes, chippies en snoepjes. Ik denk dat ik mijn kids niet gelukkiger ga maken op dit moment. Nou, waar zijn de kinderen als eerst naartoe gerend? Uiteraard naar het... Oh, gaat lekker snoepen, scheppen. Oké, aangekomen bij onze bioscoopzaal nummertje 5. En we hadden gevraagd, moeten wij op tijd komen of komen we te laat? Film begon om 11:45. En het tijdstip is nu 12:23. Oh, daar is die weer. Dus dat betekent dat wij een kleine 10 minuutjes te laat zijn. Als we nu naar binnen gaan, dan komen we net een beetje aan bij het begin. Dus zullen we nu maar de bioscoopzaal in gaan? Het is helemaal donker, dus wij gaan snel lopen. Loop maar. De film waar we naartoe gaan trouwens is The Grinch. Oké, we zijn weer even thuis. Hoe was de film? Leuk. Wat vonden jullie van? Ik vond het grappig ook. En ik ook heel grappig. Ja, het was een leuke kerstfilm, yes. Winterse film. Mm-hmm. Nou goed, we zijn dus even thuis. Eli heeft een andere outfit aan en dat komt omdat hij helemaal onder drinken zat. Meisjes, wij gaan zo eventjes naar de McDrive toe. En wij zijn de enige twee personen die nog nooit tijdens het één dag jullie bepalen iets hebben besteld in de McDrive. Dus wie gaat er zo wat bestellen? Eli of ga ik dat doen met het verboden woord? Eli of mama? Wie hoop je, Def? Ik hoop Eli. Ik hoop mama. We gaan het zo zien. Oké, aangekomen op de plek van bestemming. Nou, ik zal even de resultaten erbij pakken. En volgens mij liggen die er niet op. Met 92% van de stemmen is het Eli of mama? Eli. Het is geworden Eli! Je mag bestellen bij de McDrive. Eli? Zeg eens. Nee. Nee, geen tutut. McFlurry. Nee, tut. Hij heeft natuurlijk voor de filmpje van mij. Hè, van vorige keer. Nee. Ijs. Zeg maar twee ijs. Twee met flurry. Zeg maar twee met flurry. Een flurry? Dan flurry hebben. Twee M&M. Zeg M&M. M&M. Zeg maar M&M. Zeg maar nee. Zeg maar nee. Chocolade, kanaal of aardbeien? Zeg maar nee, geen saus. Zeg maar twee, Eli. Nummer twee. Zeg maar twee.
Twee stuks. Oké, de twee. Eli, en een ijskoffie karamel. Ijskoffie karamel. Zeg maar. Ijskoffie karamel. Papa. Hij zegt... Mama. Zeg maar. Big Mac. Big Mac. Big Mac. Hey, Big Mac. Ja. Zeg maar, is klaar. Nee. Zeg maar klaar, dankjewel. Dankjewel. Hoor het trouwens nog 50, mag ik door het eerste raam? Zeg maar, geen geld. Ik wil. Geen geld. Gaat hij mee praten? Alsjeblieft. Gaan ze ook dit pinnen? Ja. Ja? Oh, Ila. Daarboven? Dankjewel. Hij is gelukt. Goed zo. Ila, wil je box geven? Wil maar box. Hey, dankjewel. Hey. Goed gedaan, Eli. Ja, hij is wel goed. Oh ja, schat. Volgende keer, ja? Kijk eens. Zo, dankjewel. Wat? Eli. Eli, ijs. Daar. Deze? Is zwaar, hè? Oh, dankjewel. Eli, sturen! Oké, lieve mensen, wij staan op onze volgende locatie. Wij bevinden ons in een groothandel. En hier vind je alles, zoals Stuart het ook zegt, in groot XL-formaat. Zoals deze mega chili con carne verpakking van 2,5 kilo. Ik heb een leuke poll bedacht. Ik heb hem net op Instagram gezet. Wij willen de kinderen ergens in deze winkel helemaal los laten gaan voor 30 seconden. Alleen, als ik jullie vertel dat dat is op een snoeppad of een sausenpad... Maar kiezen jullie sowieso het snoeppad? Of course. Deze keer doe ik iets anders. Ik heb gezet op Instagram, gaan ze los op gangpad 1 of gangpad 8? Eén gangpad zit vol met snoep en de andere zit vol met saus. In grote verpakking, ook leuk natuurlijk. Wij moeten toch even wachten op de uitslag, dus wij gaan jullie alles alvast even laten zien wat, waar en hoe het eruit ziet. Dus let's go. Jongens, welkom op gangpad 8. In dit gangpad bevinden zich de sausen. Devan, als je hier 30 seconden los mag gaan, je kan kiezen voor, hoeveel zou dit zijn? 5 kilo mayonaise, ketchup, weet ik veel wat allemaal. Je hebt heel veel saus, Devan. En houden jullie eigenlijk van saus? Nee. En we zijn nu bij gangpad 1 en zoals jullie kunnen zien, chocolade, kauwgom. Ik zal eventjes laten zien wat je hier zo al hebt. Groot verpakkingen snoep. Devan, ja. Zou je deze willen? Als je spreekt over een mega verpakking, zou je die willen? Dan moet je heel veel geluk hebben dat zij straks op gangpad 1 gaan stemmen. Want ja goed, zoals jullie kunnen zien, heel veel snoep. Genoeg denk ik om binnen 30 seconden een heel karretje vol te stoppen. Die raakt wel snel vol zo. Stel je voor, hè, je hebt 30 seconden. Oh, Sam, hoeveel van deze gaan erin? Serieus? Daar. Dit is mijn lievelingschocolade. Heerlijk. Oh, Raffaello's. 30 seconden, stel je eens voor. Jongens, ja? Zijn jullie klaar voor de uitslag? Ben je klaar voor? Ja. Ben je ook klaar voor Eli? Ja? Ik heb hem erbij gepakt. Ik heb net stiekem gekeken. Ik weet het. Het is echt een overduidelijke stem. 83% heeft gekozen voor deze gangpad. We gaan er nu heen. Oogjes dicht, zijn jullie er klaar voor? Ogen mogen open. Welkom, jullie mogen 30 seconden losgaan op de saus of Oh, wacht, ik ga mijn timer. Nee, ik ga een timer opzetten. Wacht. Ben je er klaar voor? Ja. Tijd gaat nu in. Go. Pak wat je wil. 30 seconden. Hé, want het is wel voor. Voor jezelf, hè? En pas op. Jij moet dat wel open. Nee, die daar op. Mama. Ja. Jij houdt de saus. Ja. Moet je helpen? Ja. Je gaat niks voor jezelf kopen? 30 seconden, jongens. Kom op, vul het. Oh, het is spannend. Dat is wel een verhaal, hoor. Nog 10 seconden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop de tijd. Wat is dit?
Martino, wat is Martino? Echt Belgische, dat ken ik niet. Martino, Belgische, nog nooit van gehoord. Droppe mosterd. Oh, dat vind ik pittig. Oh, je hebt wel goede uitgekozen, want Sarah is grote mosterd. Kijk daaronder dan, nog meer. Oké, nou, hij heeft wel goed gepakt. Volgens mij is Sarah wel blij, want hij is echt dol op mosterd. Ik moet heel wat bitterballen halen nu. Oh, en Eli heeft ook nog eentje. En dat is geworden. Hoeveel is dit? Hoeveel kilo? Kijk eens. Wat is het, joh? 3 liter cocktailsaus. En de laatste. Woo! Nou jongens, we gaan even nu de uitslag in beeld laten zien. Enige verklaring die ik kan bedenken, want het is echt een heel groot verschil. Ik denk, als je in een supermarkt bedenkt, is het snoeppad eigenlijk bijna altijd achterin. Chip staat een beetje in het midden. Snoep staat volgens mij meest ook een beetje midden. Bijna nooit gelijk binnen. Laat maar weten als je hebt meegestemd in deze poll. Waarom heb je voor gangpad 8 gekozen? Is het inderdaad die logica? Ik weet het niet. Ben je blij met deze? Ben jij er blij mee? Met de mosterd zeker wel. Die cocktailsausen. Ik denk dat de flik moet gaan voor met deze kerst. Hey, luister, ik ga bitterballen zoeken. Kom je mee? Ja, is goed. Daarvan als goedmakertje. Je mag even 30 seconden afscheid nemen van het gangpad waar je niks gaat kopen. Je mag het even voelen, je mag het ruiken, maar... En dan mag je afscheid nemen, ja? Neem je tijd, schat. Je komt er wel overheen. Aai het maar eventjes heel goed. Goed zo. Nee, het gaat niet de kar in. Nee, afscheid nemen. Het is moeilijk, schat. Nou. Zeg maar doei, snoepjes. Kan ik kopen? Zeg maar doei, gangpad 1. Zeg maar, zeg het, je kan het. Zeg maar dag, gangpad 1. Hoi, gangpad. Hoi. Hoi. Oké, wij zijn even bij gangpad aangekomen. Namelijk deze eieren. Wat gaan we met eieren doen, denk je nu misschien? Nou ja, wij bedachten om er iets leuks mee te gaan doen. Jij kunnen we gebruiken voor de video, ja. Nou, ik zou zeggen eieren. Doe ik er zelf even in. Klaar, op naar de kassa. Wij zitten weer in de auto met de eieren. Daar ga ik nu een Insta-story van maken voor Pol. Jullie kiezen eigenlijk meestal bij de vervelende opdrachten voor Sarah. Dus hierbij gaan we het anders doen, mensen. Eén iemand van ons moet straks 5 eieren proberen te vangen. Oké. En als ik zou vragen wie moet dat doen, Sarah of Esra, dan ga je de standaard op mij. Op hem stemmen. Maar we willen het wel een beetje spannend houden. Dus, ben jij speler 1 of speler 2? Jij mag kiezen. Dan ben ik speler... Want mijn gevoel is toch zo dat ik toch weer gekozen word. Ik ben speler 2. Jongens, de volgende opdracht. Wie gaat er zo meteen 5 eieren proberen te vangen? Maar lieve mensen, omdat jullie continu op mij kiezen, hebben jullie nu een andere keus. Persoon 1 of persoon 2. Dus jullie weten lekker niet wie ik ben. Dus gaan we lekker kiezen. Ik hoop lekker dat het zijn is. Nou, we zijn aangekomen op de plek van bestemming. Het regent nog steeds. De mias uitgedaan. Ik heb er echt warm van gekregen. Maar de eieren moet gaan proberen te vangen. 5 stuks is geworden. Papa. Speler 2 en speler 2. Lekker mooie. Ik gun het jou echt gewoon zo. Hij is echt erg, hè? Hartje. Ga weg. Oké, lieve kijkers. De eieren liggen hier. De paraplu staat boven mijn hoofd. Esra? Oké, doe het snel. Het is echt koud. Ja, wacht even. Ik moet dit even zo doen. Even mijn goede hand. Ik ga naar binnen als je het niet snel doet. 5 stuks, ja? Oké. Eerste, ja? Ja. 1. Rustig, ik ben bang. 2. Nee, haar vang is goed. Oké, kom snel. Zeg maar, nee, niet daar! Oh, je gaat zo hard op mij. Helemaal niet. Ik ga de auto in, normaal. Oké, hier. Niet zo, hij gaat zo. Oké, hier zo? Ja. Nee, schat, gewoon niet. Hoeveel heb ik al gegooid? Ah! Esra! Nou ja, zeg. Dit is gewoon niet eerlijk. Dit is gewoon niet eerlijk. Ik meen oprecht dat jij zo hard hebt gegooid. Mijn hele hand. Ja, ik weet niet, er staat nu licht op, maar hij heeft zo hard gegooid. Hij is helemaal rood. Hier bij mijn handpalm is het helemaal rood. Maar dat is niet het enige, Sarah. Je hebt net zo hard gegooid, die laatste die hier op mij zei. 100% dat ik mijn blauwe plek krijg. Ik ga straks thuis wel even laten zien hoe de rode plek eruit ziet, want hij doet echt... Echt pijn. Ik weet niet wat er in die eieren zat. Maar ze waren zo hard. Maar ja. Jullie zagen niet hoe hij achter de camera stond. Hij stond zo. Maar als ja, maar ze gingen niet kapot. En dus ik dacht, moet ik harder gooien. Misschien gaan ze dan wel kapot. En uiteraard wordt er ook opgeruimd door mensen. Dat mag hij lekker doen.
Goed bezig, schatje. Ik heb even snel een ei gepakt. En ik heb snel Devna binnen gezet. Want ik gun het haar echt niet. Ze spullen uit de auto te halen. Dus ik krijg hem sowieso voorbij. Essa, lukt het of niet? Ja? Moet ik je helpen? Hè? Nee. Moet ik je helpen? Nee. Wat doe je? Alweer niet! Alweer niet! Karma, wegwezen nou. Nou mensen, ik ga het heel eerlijk zeggen. Oprecht liefie, omdat ik van je hou. Ja. Ik vind het heel jammer dat het niet gelukt is. Oké, zal ik jullie even laten zien wat hoe het eruit zien. Is... Ja, maar ik ga jullie wel... Esra, het gaat nu... een bult worden. Dit wordt sowieso echt paarsblauw. Niet... Klaar, nu is het echt... Iedereen zal nu echt de volgende keer op jou stemmen. Ik weet het. Er komt gewoon geen deel 4, dus jammer voor jou. Ja, lekker voor je. Dit is echt... Nee, we gaan voortaan persoon 1 en 2 doen, dus ik vond het een hele goeie. Zo, mensjes. Ja. Ik heb lekker... Nee, grapje. Esra heeft alles gekookt. Ja, Esra. Zullen we straks anders even live gaan? Ja, en ik ook. Jij gaat live naar bed. Maar, ah. Esra. Ja? Zullen we even vragen of mensen voor live willen op Instagram? Wat ga je doen? Ja, zullen we het even doen? Zeker. Is goed. Lieve mensen, wij gaan zo live. Wij zijn nu op onze Instagram. Zitten helemaal klaar voor de kinderen liggen op bed. Dus dat betekent... Dat wij live gaan. Of nou ja, dat wisten jullie nog niet. Maar ik zal eventjes de stem in beeld brengen. En zoals jullie kunnen zien heeft een meerderheid gekozen dat wij eventjes live moeten gaan. Dus ik zou zeggen, wij gaan even lekker gezellig live met jullie. Nou, de camera staat een beetje laag. Dus we gaan even bekken. We hebben anderhalf uur of zo livestream gehad op Instagram. Dat was we konden echt doorgaan, maar weet je... We zijn er even mee gestopt, maar het was echt gezellig. Echt ja, leuk. Het was heel gezellig. Bedankt allemaal voor het kijken. Vond het nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Ben je nieuw op ons kanaal? Abonneer dan zeker even. Dan mis je natuurlijk geen video. En dan zien we je in de volgende video weer. Ik zou zeggen, doei!